Zoeken in YouTube is eenvoudig. Typ de zoekwoorden in het zoekscherm, druk op Enter en de resultaten verschijnen in beeld. In dit voorbeeld zoeken we op materiaal waarin de zwaartekracht wordt uitgelegd. Een belangrijke tip bij het zoeken naar informatie op internet is om je te verplaatsen in de persoon die de informatie geplaatst heeft. Stel dat jij een video over zwaartekracht op YouTube zou plaatsen, welke metadata zou jij die video dan meegeven? Probeer de woorden die in je opkomen eens als zoekterm in te voeren en je zult zien dat de resultaten relevanter worden. Bij het zoeken op zwaartekracht geeft YouTube aan dat er 636 video's beschikbaar zijn waarin het woord zwaartekracht voorkomt. Alleen zoeken we naar een uitleg van het fenomeen zwaartekracht, dus voegen we een extra zoekwoord toe, uitleg. Nu blijven er nog 34 resultaten over.